Waarom ben ik nog single? De hele leven van jou is de catwalk. Hoe je binnenloopt is de catwalk. Hoe je praat is de catwalk. Wat zijn er toch een sukkels op deze wereld? Gewoon bad, boom, gaan, lekker ketsen, ballen. Maakt niet uit hoe je doet. Feminisme. Ga lekker op die jongen af, joh. Spannend. Volg je hart. Hoe kan het nou dat jij nog single bent? Hoe kan het dat jij nog in een relatie zit? Ja, ik ging wat lekkers voor mij, yes, hè? Oh. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Dit is even een ander soort video dan jullie van mij gewend zijn. Want dit is de eerste video binnen mijn nieuwe serie Up to Date. En in deze serie wil ik jullie alles gaan vertellen over daten, liefde, relaties, seks, etcetera. En dat ga ik niet alleen doen, want daarvoor ga ik ook elke keer andere vrienden en familieleden van mij uitnodigen. Maar mijn bedoeling is ook om ook experts te gaan uitnodigen. En ik wil jullie ook vooral vragen om jullie input en jullie vragen. Wat willen jullie allemaal zien binnen deze reeks. Voor deze eerste aflevering leek het me in ieder geval leuk om iets meer te vertellen over mijn eigen liefdesleven en een boekje open te doen over mijn dating life van vroeger tot nu. Dus daar ga ik jullie meer over vertellen. Maar in deze video laat ik jullie ook zien hoe mijn vrienden denken over mijn liefdesleven en waarom ben ik nog single? Daar ga ik zelf antwoord op geven, maar ook mijn vrienden. Dus het wordt super spannend. Als je zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet niet om straks een leuke reactie achter te laten. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Ik denk dat het het beste is als ik gewoon meteen met de deur in huis ga vallen. En gewoon ga beginnen bij het begin. Ik ben echt een sucker for love. Jongens, ik ben een sucker for love. Al sinds ik heel erg jong ben, ben ik er altijd wel mee bezig geweest. Ik had altijd Romeo en Juliet scenario's in mijn hoofd. Rozengeur, maanschijn, vuurwerk. Ik geloof ook heel graag dat ik al heel jong verliefd was. Maar ik noem dat niet echt verliefd. Maar je weet wel hoe het gaat. Weet je, als je jong bent, dan vind je iemand leuk. En dan spannend. Dus ik denk echt serieus dat ik iets van 4 of 5 jaar was. En toen al een soort van crush had op Dickie. Dick, als je kijkt. Misschien weet je het ook nog. Misschien weet je het vergeten. Ik denk het niet. Ik denk niet dat je het vergeten bent. Want toen de tijd werden we echt aangemoedigd. Zo van, oh wat zijn ze schattig en samen. En heel veel mensen zullen nu zeggen, ja dat was gewoon natuurlijk een vriendje in plaats van een vriendinnetje. Maar jullie speelden gewoon met elkaar. Klopt, maar ik mocht wel al zijn autootjes lenen. Snap je? Dat gaat verder dan Friends with Benefits. Zelfs de politieautootje mocht ik lenen. Ja, niemand gaat mij vertellen dat het geen liefde was. Maar goed, je weet hoe het gaat. Op een gegeven moment kom je allebei in een andere klas terecht. Hij zat in klas A, ik zat in klas B. En dan verwatert zoiets gewoon. En dan word je alweer verliefd op de volgende. Maar goed, fast forward naar nu. Ik heb op mijn 17e mijn eerste echte relatie gehad. En in totaal heb ik geloof ik zo'n 3,5 relaties gehad. Kan je een half zeggen? Ik weet het niet. In ieder geval, die laatste was eigenlijk meer een soort van heel serieus daten. En ik ga er niet al te diep op in deze video, want anders wordt deze video veel te lang. Op dit moment ben ik single. Ik ben ongeveer 9 maanden, 10 maanden single. Misschien bijna een jaar. En in de afgelopen tijd heb ik echt zo vaak de vraag gehad. Waarom ben jij nog single? Of heb jij nou al eens een relatie? Of hoe kan het nou dat jij nog single bent? Hoe kan het dat jij nog in een relatie zit? Misschien wordt het gewoon tijd dat ik voor once en vooral antwoord ga geven op die vraag. Hoort ook wel een beetje binnen deze serie. Maar dat heb ik dus niet alleen gedaan. Mijn vrienden hebben daar ook antwoord op gegeven. Dus laten we eerst kijken naar wat zij hierop hebben te zeggen. Waarom ben ik nog single? Waarom denk jij dat ik nog geen vriend heb? Dat is echt een meedogenloze lach. Okay. Omdat ik te kieskeurig ben. En ik denk dat je te druk hebt met je carrière. Omdat jij een heel romantisch filmidee hebt van de liefde. Sowieso. Ik weet gewoon dat bepaalde jongens weten dat ze gewoon dat jij gewoon ouder der liefde bent. Daarom niet op je afstappen. Maar dat ze het eigenlijk wel kunnen doen. Niet dat je makkelijk bent, dat bedoel ik. Het type jongens waar ik op val zou denken dat ik niet op hen val. Ja. Ik denk ook wel dat je voor de mannen te intimiderend bent. Oh ja? Ja, dat denk ik. Waarom ben ik te intimiderend? Nou ja, goed, kijk. De hele leven van jou is de catwalk. Hoe je binnenloopt is de catwalk. Hoe je praat is de catwalk. You're the queen. Zeg de vrouw die net met de catwalk naar mij toe kwam gelopen. Ik denk dat je gewoon heel content bent met jouw leven. Dat zei ik laatst wel een keer tegen jou. Je ziet er heel tevreden uit de laatste tijd. Ik denk dat je carrière lekker gaat. Ik denk dat je leuke dingen doet. Dat je fijne vrienden om je heen hebt. En dat je al zoveel energie geeft. Dat een man alleen nog maar wat moet toevoegen.
En je hebt nog niemand gevonden die dat heeft gedaan. Nou, deze meid. Het moet echt een aanvulling zijn op je leven, dat wil je echt. Ja. Alleen dan is de vijver uit je vist wel wat beperkt. Ik denk dat je wel een beetje kritisch bent, eerlijk gezegd. Ik heb het nooit willen zeggen, maar je bent wel echt kritisch. Ja, hoezo? Nou, het begint al met die 1,90. Op zijn minst. Ja. Minimaal. Minimaal 1,90. Nee. 1,89 wil ik trouwens wel een uitzondering van maken. Ja. Uitzondering? Ik kom nu met een uitzondering voor 1,89. Echt waar? Is het zover? Ja, doe ik. Okay. 1,88 zeg ik ook, want dan moet je heel veel goed maken. Maar dan wil ik erover nadenken. Ja, ik ging wat lekker zoeken. Ja, zo. Oh, echt. Je bent gewoon nog niet te waar tegengekomen. Ik ben er gewoon nog niet tegengekomen. Nee. Nee. Oké. Okay. Vind je dat het tijd wordt voor mij? Ja, het is wel tijd nu. Ja? Maar niet tijd voor je moet nu een vriend, maar wel gewoon je bent er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Ja, oké. Okay. Dus hij mag nu wel komen eigenlijk. Wat denken jullie dat ik zou moeten doen om eindelijk wel die man van mijn leven te vinden? Ten eerste wat papa zei. Niet te kieskeurig. Ik kom misschien ook dat je vader zwarte haren had. Ja. Die man is blond, dan is hij blond, maar zijn haar is goed. Hij is niet blond hoor, man. Hij is echt goed grijs. Ja, dank je. Ja. Hey, wat zou ik meer moeten doen? Daten. Seks hebben. Maar van seks heb ik toch niet de man vinden? Tuurlijk. Jawel, tuurlijk. Je moet toch een beetje weten wat het is. Maar het is anno 2018. We doen niet meer aan nette meisjes. Je gaat niet meer wachten. Gewoon badboom gaan, lekker ketsen, ballen, maakt niet uit hoe je het doet. Feminisme. Ga lekker op die jongen af, joh. Ja, vind je dat een goed? Ja, lekker gaan. Ja? Kom niet naar je toe. Nee. Ik moest ook hier achter je van. Je gaat achter mij. Ga ook een keer gewoon niet helemaal alle catwalk model Beyoncé naar buiten. En luister naar jezelf. Ja, toen willen gewoon ook lekker. En naar elkaar. Dat zijn wat ook gelukkig hoor. Dat is geen tip. Jawel, is ook een tip om er wakker te schudden. Go with the flow. Laat je gewoon meenemen in de zee van liefde. Je moet eerst van jezelf houden voordat je van een ander kan houden. En dat klinkt als een cliché. Maar je gaat niks in iemand anders vinden wat jij jezelf al lang had kunnen geven. Heb ik dit zelf niet ooit ook een keer aan jullie gezegd? Ja, vast. Ik weet het. Jij moet die omhoog doen, schatje. Zo. Wel ook hier. Hart. Open je hart, sta je open. En ga op avontuur. Op avontuur. Grootste tip natuurlijk voor jullie allemaal is to be yourself. Oh, thanks, love you. You're so welcome. Lieve mensen, wil je echt datingtips? Kom echt naar mij. Ik was en ben een meester in dating. Maar dit is Larissa's vlog. Maar dat maakt het nu niet uit. Over jou. Larissa heeft mij contactgegevens. Wil je een man? Vraag het aan mij. Niks is makkelijker dan een man haar te staan. En waarom heb ik hem dan nog niet? Omdat jij niet luistert. Dus ik heb te hoge eisen. En ben te kieskeurig volgens mijn vrienden. Daar ben ik het wel mee eens. Ik kan het niet ontkennen. Ik heb best wel wat eisen. En in mijn hoofd heb ik wel een soort van lijstje van wat ik allemaal zou willen in een man. Maar nergens in mijn hoofd is er ook maar een beetje de gedachte dat ik die lijst zou moeten aanpassen. En dit is allemaal niet arrogant bedoeld of zo. Ik vind dat eigenlijk elke vrouw best wel van zichzelf ook mag verwachten. En voor zichzelf mag hopen dat ze datgene vindt wat ze wil in iemand, zonder daarvoor onder te hoeven doen of zo, zonder die eisen te moeten aanpassen, want je bent het allemaal waard, toch? Tenminste, dat hoop ik wel. En natuurlijk kan het dat ik uiteindelijk gek word op iemand en dat ik denk, wow, hij is heel anders dan ik in gedachten had en hij heeft dit niet, hij heeft dat niet, hij is niet zus, hij is niet zo, maar toch ben ik gek op hem en het voelt gewoon goed en dan is het ook goed. Ik ga mezelf niet aanpassen naar een versie B van mezelf, zodat iemand verliefd gaat worden op die versie B, om er na een aantal maanden achter te komen, hey, wacht even. Zij is versie A tot en met Z, maar geen B. Het gaat alsnog niet werken, dus dat zie ik ook weer niet voor me. Maar ik snap wel heel goed dat heel veel mensen dat altijd zeggen van misschien ben je niet kieskeurig. Niet dat ik niet opensta voor verandering. Maar ik moet ook zeggen dat ik op dit moment eigenlijk wel heel erg tevreden ben met mijn single life. Afgelopen, ja, bijna jaar dus dat ik single ben geweest, ook wel heel veel de mogelijkheid heb gehad om gewoon mezelf te ontwikkelen en om te doen waar ik zin in had. Ergens aan het begin van dit jaar heb ik ook een reis gemaakt in mijn eentje. Terwijl ik altijd dacht, als ik op reis ga backpacken, dan wil ik dat liefste doen met een vriendje.
Maar nu heb ik het alleen gedaan. En ik moet zeggen dat dat echt de grootste gift is die ik mezelf heb kunnen geven. Dit klinkt allemaal heel diep. Ik wil verder niet al te diep gaan of zo. Maar het heeft me wel nu doen denken van, hé, wacht even. Het is eigenlijk heerlijk om sommige dingen alleen te doen. En binnenkort ga ik weer in mijn eentje op reis. En volgend jaar wil ik weer in mijn eentje op reis. En ik wil dit blijven doen, of ik nu een vriendje heb of niet. Maar dat had ik anders dus nooit geweten. Om dan de vraag te beantwoorden, maar waarom ben je dan nog single? Vind je het zo leuk? Wil je dan niet anders? Jawel, ik zou het heel leuk vinden om uiteindelijk iemand te ontmoeten. Maar er is nergens een soort van gat of zo dat iemand anders voor mij moet opvullen. Oké, misschien één gat, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Maar in ieder geval, ik voel me nu gewoon heel erg goed. En als ik nu dan iemand ontmoet, dan zal het ook allemaal goed zijn. Ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat jullie hier naar kijken en denken van, nou, het klinkt allemaal heel rooskleurig. Ik ben compleet, la-di-da-di-da. Maar geloof me, ik heb ook echt andere tijden gekend waarin ik echt dacht, Jezus, Mina, wat zijn er toch een sukkels op deze wereld. Serieus. Dan ga je weer op... Ja, Siri wil zich er ook mee bemoeien. Maar dan ga je dus weer op een of andere Tinder date. En dan kom je eraan. Je verwacht een tall, dark en handsome, lekkere guy. En wat staat daar? De een of andere dwerg. Niks tegen dwergen verder. Love him. Maar dat is gewoon niet de afspraak, weet je wel. Soms is het gewoon allemaal compleet niet wat je verwacht. En op dat soort momenten vraag je ook wel echt af, Jezus Mina, hoezo hebben al mijn vrienden dan wel een relatie? Waarom ben ik weer degene die alleen is? Dat je dan ook weer naar een verjaardag gaat en dat iedereen daar aankomt met zijn vriendje en dan, hé Laris, hoe gaat het eigenlijk met jou, liefde? Ik weet gewoon niet eens meer wat ik moet zeggen, want er is niks aan de hand. Het is stil, heel stil, rustig, gewoon relaxed, niks, stil. Windvlaag, dat. Ik ben wel alleen maar hoopvol. Ja, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Het is allemaal een proces. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe jullie hierin staan. Heb je een relatie? Ben je single? Ready to mingle? Of juist niet? Heb je het helemaal gehad met mannen? En ben je misschien zelfs wel gewoon overgegaan op liefde voor bomen? Kan ook. Ik ben benieuwd naar jullie verhalen. Laat het me weten. Misschien heb je ook tips voor mij en voor anderen die kijken. Laat het me allemaal weten. En laat me ook weten wat je nog meer wilt zien binnen deze serie. In ieder geval hoop ik dat jullie dit alvast een heel leuk begin vonden. Ik vond het super leuk om dit met mijn vrienden op te nemen. Het zijn allemaal vrienden die onvoorwaardelijk van mij houden. En degene die zich daar uiteindelijk bij aan kan sluiten, die is heel erg welkom om dat te doen. Als je kijkt. Hey babe. Goed, dat klonk als een oproep. En dat is verder niet bedoeld als een oproep. Maar je mag wel een leuke reactie achterlaten als je dat wilt doen. En dat geldt dus voor iedereen. Laat een leuke reactie achter. Vergeet verder ook niet om je duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien in een nieuwe aflevering van Up to Date. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot snel. Doei! Moet er nou echt zoveel veranderen? Ja, jij? Lekker mezelf zijn, ja. Maar helemaal niet mezelf. Ja, die. Ja. Je moet gewoon kunnen afstappen voorbij. Op een andere. En ik ga even flirten gewoon. Ik kan dus flirten wat ik wilde. Dit is wel zo. Ik kan het ook niet. Nou, soms zie ik het niet. Nee.